Op zekere dag besloten wij eens naar Waregem-Koersen te trekken. Het beloofde een prachtige dag te worden. Alleszins, nog maar bij de ingang werden we door een of andere zakkenwasser tegengehouden. Hallo. Wat niet zo abnormaal was, we hadden de verkeerde ingang genomen. Namelijk de ingang voor eigenaars, trainers en jockeys. Maar wij zijn toch eigenaars van onze bles? Het probleem lag ergens anders. We moesten kiezen tussen draf en galop. Kijk wie we daar hebben. Dinges, Jacques Pijpen. Dat is Louis, jong. Dat is Louis. Mag ik even een keer bij u staan? Ik mag Herman zeggen. Ja. Jij moet meneer Brusselman. Ah ja, oké. Okay. Ja, dag meneer Brusselman. Okay, ja. Paardenliefhebber ook? Nee. Wat ben je hier? Ik zit hier in de koeien. Ja, het is zo, ja. Lachen, jongen. Weer een nuttige tijd over die paarden. Allee, het is goed. Stap het maar op. Salut, hé. Voor mij is paardenkoers synoniem voor gokken. Meer als we nu willen gokken. Nou, maar die snapt dat toch niet. Kan ik 2000 frank inzetten op de winnaar, als je wilt? Ja, op de winnaar. Welke koers? Ja. Van de eerste koers is goed. Van de eerste koers? Oké, okay, 2000 Duvel. Frank. Nee, dan moet je, om zeker te zijn, moet je wachten dat de koers gedaan is. Hè. Dan moet je zeker de winnaar. Oké, okay, dus na de koers kom ik terug. Ik zet 2000 frank op de winnaar. Veel te gevaarlijk. Bovendien was de eerste wedstrijd ondertussen begonnen. Een prachtige koers, helaas met desastreuze gevolgen. Onder de paarden vielen 3 doden, waarvan 2 zwaar gewond. Voor ons een reden om de beroemde professionele dierenbeschermer Michel van den Bos om zijn reactie te vragen. De uitleg van Van den Bos was kort, maar bondig. Ja. Kat! Toen schoten de hormonen van Brusselmans in actie. Probeer, hè. In het verbo, hè. Je wilt trouver? Die, tu ne viens pas avec moi. Comment? Tu ne viens pas avec moi. Non mais tu veux une blague ou quoi? De trut bleek duidelijk lesbisch. Toch, dit terzijde. Op advies van Michel van den Bos waren de risico's voor de paarden inmiddels tot absoluut nul herleid. Hier zien we een sensationele ontsnapping in de derde ronde. Onze eigen favoriet, Schele Pierre uit Wondelgem, volgde in een verdienstelijke laatste positie. In het VIP-dorp waren we niet echt welkom. Ik ben zeer rijk. Is het wat? Rijk getrouwd of wat? Zou we misschien eens niet kunnen verwisselen van het zo? Ja? Gewoon een keer voor de leut. Voor de leut? Alsjeblieft. Dat gaat niet meer. Urenlang amuseerden wij ons stierlijk tot de pret ondraaglijk werd. In dank aanvaarden wij nog enkele souvenirs die ons door de sponsors waren verstrekt. En we deden tenslotte 2 grieten binnen. 1 normale en 1 van het type dat redeneert. Als ik op tv kan komen, zou ik zelfs met Jo van Damme meegaan. Als ik op tv kan komen, zou ik zelfs met Jo van Damme meegaan.